Yo YouTube, welkom terug bij eindelijk weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. We zitten nog altijd ondertussen op de 94 abonnees, maar jongens, we zijn er bijna. Het is bijna een jaar zelf, maar who cares, we zijn er bijna. We zitten bijna aan de 100 abonnees. Ik wil dat jullie tegen al jullie vrienden zeggen van jongens, abonneer zeker op Anton's kanaal, want het is een topkanaal. Dus fucking let's do this, bitches. Dat was even weer een keer een korte intro, maar vandaag zijn we weer terug met eindelijk een Snapchat Q&A. Maar jongens, ik wil jullie even niet zeggen, want jullie hebben een grote blunder begaan. Ik had jullie gezegd in de vorige video, niet in Dimitri Vickers, maar deed ervoor, van stuur mij allemaal een Snapchat. Hoeveel heb ik er gekregen? 3. Het is niet omdat ik geen grote YouTuber ben, dat ik daarvoor niet veel Snapchats kan krijgen. Jongens, volgende keer als we Snapchats kunnen krijgen, dan houden we er wat meer krijgen. Bam. We hebben er wel maar 3, maar... het is oké. Ik zal het zo zeggen. Ik heb het nog altijd op heel veel multimedia gedeeld, maar geen ene fuck die zei van, ik zal eens naar Anton een video sturen. Nee, geen ene fuck die zei van, we gaan een video sturen. Nee, iedereen van, fuck off, hij stuurt niks. Heb je zo'n paar maanden van u, dan zeggen van, kom, we gaan toch een keer een video opsturen naar Anton, dat hij toch zijn Snapchat Q&A kan doen. Behalve godverdomme meer vragen in. Behalve verdomme meer vragen met mijn Q&A's, gewoon dan met een Snapchat Q&A. Godverdomme miljarden. Voilà, godverdomme, mijn boos. Nee. Manneket, en hierop zie je dat ik 3 filmpjes heb gekregen. Ja, jongens. Ik zou zeggen, wat doen we? Filmpjes kijken, ja. Ik zou zeggen, we gaan beginnen hieraan. Dus jongens, like, deel, subscribe en bijna 100 abonnees. Nog 6. Yay, let's fucking do this, bitches. Als YouTuber krijg je veel aandacht van de meisjes. Dat waren 3 hassen dat ik ken. Shout out naar jullie jongens. Maar krijg ik veel aandacht van meisjes? Ho, nee. En ik krijg geen ene fuck. Als ik zeg tegen meisjes van ik doe aan YouTube, kijk ze als ze dan iets van. Hè? What gaan you do? Huh? Maar nee. Zijn er misschien YouTubers onder jullie die zeggen van ik weet niet hoeveel support van meisjes, maar ik niet. Maar ja, who cares? Zoals Ace het zegt, je zijn de YouTuber of je zijn het niet. Dus... Ja, dat was dus niet echt een video. Was zoiets van... Who the fuck? Maar ja, volgende video, we hebben er nog eentje. Ik heb dus wel het aantal 1 vraag gehad. Yay! Wordt de beste Snapchat Q&A ooit hoor. Nee, nog 1 vraag heb ik. Ook van iemand die... Van iemand die in mijn praktijkgroep zit op school. Met mijn iPad vet een beetje. Hallo, dank u. Hallo. Ja, mijn iPad is een beetje... Nog 1 question to go. Het zal waarschijnlijk ook wel weer op niks trekken, waarschijnlijk wel, hoe keer. Ja, Was dus weer geen filmpje. Was er van, hier, een filmpje. Ik zag er dus niks in, hè. Ik zag geen namen vernoemen, want anders had hij zeggen van... Maar ja, dat was dus mijn Snapchat Q&A. Yay, party! Dat was dus mijn Snapchat Q&A. Thanks iedereen voor de vele questions. Ik heb er dus wel geen ene fuck gekregen. Ik heb er wel gelijk 1 gehad. Thanks hard. Waarschijnlijk ga je die video kijken, maar dat is wat. Maar ja, 1 vraag heb ik dus gekregen. Jammer genoeg. Maar jongens, ik zou zeggen, geen like vergeten. Zo dat blauwe, dat grijze duimpje zo blauw maakt. Drrr. Like, deel, support, abonneer en al die shit. Dus jongens, ik zou zeggen, thanks voor het kijken naar deze video. Voor alle hele vele vragen die ik gekregen heb. Ik had dat geen ene fuck. Maar who cares. Jongens, thanks en see you later. Waarschijnlijk morgen bij een nieuwe video. Let's go. Bye.